Dag Johan. Dag Johan. Goedemorgen. Ik ben blij een gesprek te mogen aangaan met jou, eigenlijk om twee redenen. Jij bent een bedrijfsleider, maar je bent ook bestuurder van een bouwbedrijf. En de bouwbedrijven zijn in principe nog volop actief. Ze worden ook niet gezegd om te sluiten. Dus ben ik wel heel benieuwd hoe dat je als bedrijfsleider een bouwbedrijf managt. En twee, ik ben ook blij dat je als bestuurder, waarom je hebt verschillende managers, dat je regelmatig hoort en ziet. En ik ben voornamelijk bezorgd over hoe dat gaat met de werknemers. Dus ik ben even benieuwd om te horen hoe je als bestuurder die teamdynamiek tracht te behouden. Dus om meteen mijn vraag te stellen, Johan. Er zijn ongeveer 320 werknemers bij de Altes Groep. Die bestaan uit een grote groep bedienden, een hele grote groep arbeiders. Ik ben eigenlijk benieuwd wat de laatste weken gebracht heeft bij Altes, puur op de werkvloer zelf. Ja, wel, het is natuurlijk zo. Dus in het begin van het verhaal hebben wij de beslissing genomen om ons bedrijf te sluiten, zowel op productie als op werven. Omdat we in eerste instantie wilden zien wat is nu eigenlijk de situatie die op ons afkomt. Want uiteindelijk dat komt in eerste instantie druppels geweest bij je binnen. En er wordt al een keer links en rechts gezegd van verdorie, ja, het zal allemaal niet zo erg zijn. Dat je natuurlijk op een moment die lockdown ziet komen en dat je ook ziet in andere landen wat er aan het gebeuren is in feite. En toen hebben wij eigenlijk in 2 dagen tijd het managementteam beslist om te zeggen van goed, we gaan stoppen. Ja. Maar eerst kijken, wat moet er hier gebeuren? Ja. Het had uiteraard 2 redenen waarom dat we wilden stoppen. Ten eerste om te kijken wat er moest gebeuren. Om onze mensen toe een duidelijk signaal te geven van goed, oké, gezondheid is hier het belangrijkste. Ja. We moeten onze ogen niet dicht doen voor de realiteit. En daarnaast hadden we in onze productieafdeling uiteraard ook het gegeven dat er een aantal van die buitenlandse werknemers eigenlijk per direct vertrokken zijn dus naar hun thuisland. Waardoor dat die productie ook voor een stuk in capaciteit afnam. Ja. Het feit dat we dus die beslissingen drastisch genomen hebben, in feite in 1 à 2 dagen tijd hebben we dat beslist, kwam er nogal een beetje als een shock over in het bedrijf. Maar anderzijds was het ook wel zo in feite, dus dat zowel onze bedienden als onze arbeiders het enorm geapprecieerd hebben, dat we niet gepusht hebben om verder te doen. Want uiteindelijk is het zo, dus wij zaten op dat moment, en dat is trouwens nog zo, met heel wat orders. Wij waren eigenlijk volop in stijgende lijn in feite om op 2020 een zeer succesvol jaar te gaan in feite. Dus alles was vanaf dag 1 al, stond alles op full press, zeg maar. Mm. En dan moet je in één keer de stekker eruit trekken, dus dat geeft een ongelooflijk shock effect. Nu, een van de grote voordelen was dat onze IT-afdeling de voorbije maanden zwaar ingezet had op digitalisering. En ook met de insteek om de mogelijkheid te hebben in feite om op afstand te kunnen. Dus dat betekent het remote werk, die thuiswerk, die werd opgestart? Ja. Eigenlijk zijn we gewoon de ene dag gestopt. Ja. En de andere dag was iedereen aan het werk van thuis uit. Ja. Okay. Het geeft ons ongelooflijk positief ervaren hoe dat de medewerkers daar eigenlijk zeer constructief mee omgaan zijn. Ons projectvoorbereiders, ons projectleiders, die zijn er allemaal ingevlogen met heel veel enthousiasme. Die hebben eigenlijk geen minuut stilgesteten, zeg maar. En we zien eigenlijk ook de uitstroom die daarvan komt. Dat valt heel positief mee. En hoe komt hij dan, vanwaar dat enthousiasme, denk je, Johan? Wel, omdat ze natuurlijk, het is eigenlijk zo, ik mag dat wel, moet dat hier op de pot ruimen. Altes heeft een paar heel zware jaren gehad. Ja. En ben behoorlijk in de storm gezeten. En dat heeft zich gekeerd ongeveer 1,5 jaar tot 2 jaar geleden. Mm-hmm. Ja. En dat dynamiek vanuit dat team die er momenteel zit, dat is fenomenaal. Ja. En als gevolg in feite, dus als ze zegt dan goed, oké, dat is hier nu een obstakel. Nee, maar daar laten wij ons niet op aan. We kunnen dat eigenlijk samen, dat bedoel je, ja. Ja. Dus, en dat ervaren wij wel. Dus dat het laatste 1,5 jaar, het laatste 2 jaar, is er een enorme dynamiek in ons bedrijf gekomen in feite, die eigenlijk ervoor gezorgd heeft dat het
volledig de andere kant en helemaal de positieve kant op gegaan is, terwijl we eigenlijk toch wel moeilijke jaren hadden. Eigenlijk, als ik het goed begrijp en vertaal, Johan, zijn er vanuit het bestuur en vanuit het management enorm transparant geweest van sinds de laatste jaren waren niet makkelijk. Ja. Wij hebben u nodig om ons bedrijf weer er te plaatsen. En is die open communicatie die ook nu voor die verbondenheid zorgt? Van kom, uiteraard, ja. Ja, uiteraard. Want maar natuurlijk in die voorbije 2 jaar, zeg maar, is er heel veel, inderdaad, zoals het zelf zegt, opengetrokken naar medewerkers toe. Zeer transparant gewerkt. Hmm. Ook zeer open gecommuniceerd geweest op resultaten. Zaken die goed waren, zaken die beter konden, zaken die niet goed waren. Maar wil dat medewerkers ook wel heel goed wisten in welke richting dat we aan het varen waren. En dat heeft er eigenlijk wel voor gezorgd. Ja, dat is een beetje, zeg maar, iedereen trok aan dezelfde kar. Dezelfde richting. Ja. En dat heeft er volgens mij ook voor gezorgd dat ze ogenblikkelijk op de kar gesprongen zijn om eigenlijk ook in die situatie daarmee door te gaan in feite. Dus zoals je zei, Johan, je kunt de grootste budgetten hangen aan marketingcampagnes, maar dat je je mensen niet mee hebt... Ja, tuurlijk. Ja. De kracht van je bedrijf zit in je team. He. Dat zit niet in de leiders, he. Dat zit in je team. He. Uiteraard is het wel zo in feite dus dat natuurlijk je leiders moet hebben, of de juiste leiders moet hebben, die dynamiek ook in die groep brengen in feite. Ja. En waar dat mensen ook willen voorwerken en ook voor gaan, dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Die krachtwording, dat is eigenlijk een samenwerkingsverband. Nee, klopt. Leiding en medewerkers, hè. Zeg Johan, je sprak daarnet van je hebt de fabriek eigenlijk stilgelegd. De dag nadien konden bedienden vlot opstarten. Dus dat betekent dat de bedienden bleven werken zijn. Was er dan met de arbeiders? Arbeiders zijn allemaal technisch werkloos gezet geweest. Hè, okay. Voor een periode van 2 weken. Ja. Ja. En hoe heb je die start weer opgepakt? Wat heb je daarvoor gedaan? Wel, het is natuurlijk zo, wij hebben in die 2 weken dat we stilaan gekeken van, goed, wat kunnen we hier doen? En onder andere bijvoorbeeld in ons fabriek hebben we dus een aantal aanpassingen gedaan, waardoor dat er dus op een afstand kon gewerkt worden. Waarbij dat er ook gezorgd werd dat iedereen individueel kon werken in feite, zonder dat ze met collega's moesten gaan overleggen eigenlijk. En wij hebben dan eigenlijk, toen dat die te nemen maatregelen in beeld waren, hebben we dan eigenlijk onze afgevaardigden van de vakbond binnengeroepen eigenlijk. Dus zijn binnengeroepen ook een video-overleg georganiseerd. Ja. Om met die mensen toch een keer te spreken en te zeggen van, goed, kijken jullie daar naartoe? Kunnen wij onze mensen enthousiasmeren om opnieuw aan het werk te gaan? En ik moet zeggen, die mensen, die afgevaardigden, die zijn daar eigenlijk heel constructief mee omgegaan. Mm-hmm. Die hebben meteen ook buiten een aantal tips, waar we zelfs nog niet eens hadden bij stilgestaan, een aantal tips in verband met hygiëne en voorzieningen die we eigenlijk onmiddellijk hebben mee opgenomen in feite. Hebben we daar heel veel enthousiasme gekregen en hebben zij ook een push gegeven naar de andere medewerkers om eigenlijk opnieuw op te starten. Want wij hebben in principe, na het overleg met de vakbond, zijn we 2 dagen nog niet gestart. Ja, zo snel is het gegaan eigenlijk. Dus, met uitzondering van een paar mensen die geen structurele oplossing hadden voor de opvang van de kinderen, was eigenlijk iedereen aanwezig. En het was ook zo dat we op het einde van de eerste dag eigenlijk reactie terugkregen dat ze zeer tevreden waren over de maatregelen die we genomen hadden. Onder andere, bijvoorbeeld, hebben wij geopteerd om een vaste kuisploeg in te huren die dus de hele dag door niet anders gedaan heeft of iedere locatie ontsmet, toiletten onderhouden, eetplaats gereinigd, zelfs bedieningsknoppen van machines gereinigd heeft toen er een wissel kwam van personen en zo. En dat hebben ze als zeer positief ervaren. En heeft er ook voor gezorgd. Dus dat er, maar ik ben 2 dagen later, of 3 dagen later, ben ik op de fabriek geweest. Was voor mij ook wel een hele verplaatsing, omdat dat zijn 200 kilometer van bij mij thuis. En ik wou er toch naartoe rijden in feite om een stukje erkentelijkheid te geven over die mensen, dat ze dus opnieuw aan het werk waren. En die mensen kwamen mij eigenlijk, heel wat mensen kwamen mij zeggen van, goed, we zijn ten eerste tevreden over de maatregelen. En ten tweede, we zijn eigenlijk blij dat we opnieuw kunnen starten. Ja. Ja. Dus dat is toch een bepaalde, zeg maar, positieve bezorgdheid rond het bedrijf. Van, goed, als er niet kan gedraaid worden, dan komt dat niet goed. En dan ervaar je toch wel dat die mensen toch wel achter je staan. Wat doet u het eigenlijk duidelijk aan, Johan, door de manier van communiceren, dat je wel met juist een teamdynamiek
kan zitten, hè? Dat je niet altijd die zotte, hè, grote kosten moet hangen aan, aan pakketten. Oh ja, nee. Nee, helemaal niet. Je moet er eigenlijk ook wel bijvoegen effecten, dus dat de medewerking van het managementteam daar eigenlijk heel belangrijk geweest is. Je hebt door stuk voor stuk mensen zitten die eigenlijk heel kort bij het mensen staan, die goed communiceren. Ja? En ik ben er ook wel wat werk aan gehad in het voorbije tijd om de juiste mensen op de juiste plaats te krijgen. Mm. Maar ik kan vandaag toch wel zeggen dat ik toch met een managementteam zit die ongelooflijk open communiceert met hun mensen. En ook in het voorbije jaar hebben we ook een enquête gedaan bij ons mensen. Om een keer te kijken wat de tevredenheid is en zo. En dan zie je toch wel dat ongelooflijk positief is. Dus dat zij ook hun leider erkennen. Maar ook dat hun leider ook tussen zijn mensen gaan staan. En niet in die voorbeeld zit. Nee. Dat is ook wel heel belangrijk natuurlijk. Klopt. Johan, ik zou graag willen afronden. Je hebt één iets niet vermeld wat je mij daarnet hebt meegedeeld in het gesprek. En dat vind ik echt van een hele belangrijke toegevoegde waarde. Het zit hem in de details. Je sprak over de arbeiders erop te starten en dat die één voor één werden opgebeld. Beter gezegd, er is serieus wat tijd gestopt in het motiveren. Je kon het gerust ook met één e-mail doen of één collectief communicatiekanaal. Ik vind het wel chapeau. Voor mij is dat een onderscheidende factor om op mijn baas of een baas of een leidinggevende mij opbellen en zeggen van kijk, hoe is het? En wij zien het zo, zie het zit. Dan denk ik dat de kans er is om gemotiveerd terug op te starten veel groter is dan dat er één e-mail wordt gestuurd. Tuurlijk, ja. Dat is ook zo. Dat vind ik eigenlijk wel een hele... Ja. Voor mij persoonlijk een belangrijke troef dat je hebt gedaan met personeel op. Yes. Ja. Die individuele aanpak is wel belangrijk natuurlijk. Ik geef een stuk herkenning aan de persoon natuurlijk ook. Ja. Dus, Men denkt soms dat het niet nodig is om persoonlijk te connecteren, maar we willen allemaal toch deel uitmaken van een groep, hè. Tuurlijk. Dus dat je als kind tussen twee vuur moet spelen en je moet kiezen bij wijze van spreken. En je staat er aan de zijde en je zit als laatste gekozen. Het is niemand die dat graag heeft. Hè. Nee, dat klopt. Je wilde heel graag deel uitmaken van het geheel. Hè. Ja, dat is juist. Ja, Johan, merci voor dit gesprek. Ik hoop anderen te kunnen inspireren. Het is alvast aanmoedigend om te zien dat iedereen terug actief is en dat je volgende week terug wat manschap bij hebt. Uit het oosten, om jullie bij te staan. Merci, Johan. Ik ben dankbaar. Dankjewel, hè. Ja, daar staat dag, Marietje. Merci. Tot later.